Welkom bij de vierde week van de challenge alweer. Ik sta alweer in de keuken. Ik maak een pompoentortilla voor de lunch. Het is een ideale manier om eigenlijk alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Groenten, er gaan nootjes door, eiwitten. Een hele makkelijke en simpele manier om voldoende binnen te krijgen. Deze nieuwe week gaan we weer zien wat de week gaat brengen. Ik heb er weer zin in en ik ben benieuwd. Merk jij al dat je dingen als een gewoonte gaat doen? Bij mij is het eten niet zo heel veel anders dan dat ik anders deed, omdat ik altijd al veel groente eet. Alleen ik ging niet iedere dag wandelen. Ik sport wel 3 keer per week met de app die jullie al wel eens voorbij hebben zien komen in de video's. Maar wandelen deed ik niet iedere dag. En nu ik dat iedere dag doe, merk ik dat ik me wel heel fijn bij voel. Vooral op de drukke dagen, dat ik me eigenlijk normaal gesproken geen tijd gun om eventjes een half uurtje voor mezelf in te plannen, merk ik dat ik het heel erg fijn vind. Dus die gewoonte ga ik er zeker in houden, ook na deze challenge. Ben benieuwd of dat jij jouw gewoontes hebt veranderd. Laat het me weten. Veel plezier deze week. We zijn weer in het bos. Daar waar we een hele tijd bij ons door het dorp gingen, met Lin op de loopfiets of de step, wil ze de laatste weken juist graag naar het bos. En ik laat haar meestal kiezen, want dan houdt ze er ook plezier in. En voor mij maakt het niet uit waar ik wandel. En zo hoop ik dat ze het plezier van wandelen wat ik heb, of in ieder geval het buiten zijn en gewoon actief iets doen buiten, dat ze dat ook meekrijgt. Dus op die manier pak ik dat aan. Vooraf eten we vanavond champignonsoep. Dan hebben we rode kool met kastanjepuree en daarbij appelmoes van appeltjes uit eigen tuin. Mijn werkavond gaat beginnen. De maandag is altijd een volle dag. Die plan ik altijd zo vol mogelijk, zodat ik het meeste aan het begin van de week heb gedaan. Ik begin altijd met het werk, iedere dag. Dus maandags probeer ik altijd een hele lange ochtend te werken. Daarna is het natuurlijk eten maken, eten. En daarna ga ik altijd even een half uurtje zitten met een boek. En dan gaan we naar buiten om te wandelen. Toen heb ik vanmiddag nog weer even gewerkt. En daarna heb ik nog gesport samen met Lin. En dan is het weer douchen, eten, koken en eten. En nu ligt Erwin ligt Lin op bed en ik kan lekker aan de slag. Dus ik ga er tegenaan vanavond weer. Vandaag heb ik een makkelijke en snelle lunch. Een pompoensoep uit de vriezer en een bordje met rode gele paprika, kappertjes, komkommer en wat nootjes. En een eitje met natuurlijk mijn voedingssupplementen. We zijn in het bos en ik vraag me ineens af waarom het hier zo nat is. Want het heeft de afgelopen week helemaal niet geregend of zo. En ineens zie ik hier, het lijkt wel alsof dat het een klein beetje gesneeuwd heeft. Ze zijn niet in het bos vlak achter ons huis, maar we zijn een klein stukje met de auto omhoog gereden en zijn daar het bos in gegaan. Dus het is wel iets hoger en gisteren was het wel een beetje bewolkt. Dus misschien heeft het wel gesneeuwd. En van sneeuw word ik altijd heel erg blij. Ik kan niet wachten. Dus laat maar komen die winter. Het is al heel... Vandaag begonnen met een nieuwe blog. Alvast voorbereidingen voor de kerst. Dus ik ga nog even aan de slag. Onderweg naar een zakelijke afspraak. En het was te ver om te lopen. Dus uiteraard met de auto gegaan. Maar die heb ik wat verder weg geparkeerd. Zodat ik gelijk mijn beweging gehad heb. En dan kan ik vanmiddag altijd nog kijken of dat ik een rondje ga. Maar er staat ook nog sport op het programma vandaag. Dus ik denk dat dit mijn rondje wandelen voor vandaag is. En terwijl het buiten sneeuwt, ga ik aan de lunch beginnen. Of in ieder geval het maken ervan. Tomatensoep, die heeft Erwin gisteravond nog gemaakt. Een grote pan. Dus er zitten weer porties in de vriezer. En natuurlijk een beetje eruit gehouden voor nu voor de lunch. En ik maak een witlofsalade die ik vorige week ook gemaakt had. Dat vond ik erg lekker. Dus die maak ik nog een keer. Met gekookt eitje en gerookte zalm.
Ik had een tijdje geleden een post gedaan over gerookte zalm die ik gekocht had bij de visboer. Maar ik zag dus op de ingrediëntenlijst dat er suiker in zat. Of een zoetstof of een zoetmiddel, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval iets van suiker. En ik vroeg me echt af waarom er suiker in gerookte zalm moet zitten. Maar goed, het blijkt dus in heel veel pakjes te zitten. Ik heb er nu een in de winkel gevonden waar het niet in zit. Alleen zalm, zout en rook. Dus deze is zo natuurlijk mogelijk en er zijn er vast wel meer. En let er in ieder geval op, als je iets koopt, kijk eens op de ingrediëntenlijst. Ik ga dan snel mijn salade maken en dan lekker eten. Waar ik vanmorgen nog dacht om te gaan sporten vanmiddag, heb ik vanmiddag 1,5 uur sneeuw geschept. Dus nu vind ik het welletjes, genoeg workout voor vandaag. Misschien... Spinaziekies is klaar om in de oven te gaan. Ik maak er nog een lekkere frisse salade bij en dan hebben wij onze groenten voor vandaag weer binnen. Normaal heb ik op woensdagavond vrij, vanavond niet. Ik wil nog even wat dingen afronden, dus dat ga ik vanavond doen. En ja, hoort er gewoon bij. Ik vind het niet erg. En als je dromen hebt, dan moet je er iets voor doen. Vandaag een makkelijke en snelle lunch, want het heeft vannacht gesneeuwd en er ligt heel veel sneeuw. Dus vanmiddag willen we lekker buiten spelen in de sneeuw. Dus een makkelijke lunch, champignonsoep uit de vriezer en nog een beetje witlofsalade met zalm en ei van gisteren. Dus zo klaar en dan lekker naar buiten. Vandaag geen wandeling, maar lekker spelen in de sneeuw. We gaan vandaag sleeën. Alleen als er zoveel sneeuw gevallen is, dan moet je eerst een baan maken. Want anders lukt het sowieso niet. En het gaat natuurlijk veel makkelijker als je skis hebt. Maar die heb ik niet, dus ik doe het gewoon met mijn voeten. En dan heb ik gelijk mijn beweging gehad. Ik zit weer op mijn werkplek en op dagen zoals vandaag ben ik zo ontzettend dankbaar dat ik de middagen gewoon vrij heb en dat ik zonder dat ik het aan iemand hoef te vragen gewoon lekker met Lin naar buiten kan om in dit geval van de sneeuw te genieten. Maar op andere dagen doen we weer andere leuke dingen. Dat is voor mij zoveel waard. En dan vind ik het helemaal niet erg als ik 's avonds nog eventjes moet gaan werken. Of... Vandaag doen we weer lekker makkelijk. We hebben weer Barbie ketchup van gisteren. En ik wil je zo laten zien dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is om gewoon gezond en lekker te lunchen. Je hoeft er echt niet lang voor in de keuken te staan. Wij doen heel vaak dat we 's avonds van het diner wat extra maken. En dan de volgende dag hoef je het alleen maar op te warmen. Of je neemt het mee naar je werk. En dan heb je eigenlijk heel makkelijk en heel snel een gezonde lunch. Zo, vandaag nog een keer in de sneeuw spelen, want er is neerslag voorspeld voor vanavond en het is niet duidelijk of dat het sneeuw of... Lim, wil je daar even afgaan alsjeblieft, want het wordt te zwaar. Krijg ik hier niet omhoog. En het is niet duidelijk of dat het sneeuw of regen zal zijn en voor het geval dat het regen is, gaan wij nog even een keer of 100 de heuvel op en weer naar beneden glijden. Dus beweging genoeg, ondanks dat ik niet ga wandelen. Vanavond een keer niet op mijn werkplek. Vanavond speel ik voor Hulp Sinterklaas. En natuurlijk hopen we dat morgen de echte Sinterklaas ook bij ons langskomt.
terwijl op de achtergrond de banketletter voor vanmiddag, voor de Sinterklaas, gemaakt wordt, ben ik de champignon risotto van gisteren aan het opwarmen. Lekker makkelijk en snel. Helaas was de sneeuwpret maar van korte duur. Het is vannacht gaan regenen en het regent nog steeds. Dus de sneeuw die zal langzaamaan wel verdwijnen. Het is nog wel wit rondom ons heen zoals je ziet. Maar blijft niet lang meer. Gelukkig is er iemand altijd te porren om met de paraplu op weg te gaan. Dus Lynn is ook gewoon weer mee. Dit keer het rondje door ons dorp over de weg. En we zijn toch even lekker buiten geweest. Wij wachten vol spanning op Sinterklaas. En daar horen natuurlijk pepernoten bij en banketletter. De banketletter hebben we zelf gebakken. Ook het spijs hebben we zelf gemaakt, of althans Erwin. De pepernoten maak ik wel eens zelf, dit jaar niet. Gewoon uit de supermarkt, uit Nederland, naar Oostenrijk gestuurd. Kom wat in mijn schoentje, kom wat in mijn laadje. Lynn net weer op bed gelegd. Ze was reuze blij met alle cadeautjes van Sinterklaas. En wij gaan dadelijk lekker eten. We zijn al wat dingetjes aan het uitproberen voor de kerst. Dus dat wordt smullen dadelijk. Zondagochtend 9:30, buiten regen en de keuken. Die is volop in gebruik. Sinds gisteren nacht regent het non-stop. Dus de sneeuw die is wel verdwenen. En ik loop al voor de tweede dag op rij mijn rondje in de regen. Dat is niet mijn favoriete bezigheid. Maar je doet mee aan een challenge of niet. Dus we blijven vrolijk wandelen. Vanavond maak ik een keer een toetje. Ik ben echt een toetjesmens, alleen we eten het eigenlijk bijna nooit. Vanavond ga ik een supersnelle chocolademousse maken van een avocado, banaan, cacao, een beetje honing en ik garneer het met een handje amandelen en wat kokosrasp. En binnen no time klaar en super lekker. Zo, kijk eens, heerlijke chocolademousse. Nou nog even garneren met de nootjes en de kokosvlokken. En dan zet ik hem in de koelkast totdat we klaar zijn met eten dadelijk. En dan hebben we een heerlijke chocolademousse die supersnel klaar is. Moet je echt eens proberen, supersnel heerlijk. Dit toetje maak ik met de KitchenAid staafmixer en er zit een hulpstuk bij. En echt. Deze staafmixer hebben we nu bijna een jaar en ja, we gebruiken hem iedere dag. Het is echt de beste aankoop sinds tijden die we gedaan hebben. Uien snijden, pureren, echt super makkelijk. Ben je op zoek naar een nieuwe staafmixer? Check mijn review over deze. Ik zal wel een linkje zetten onder in de beschrijving. Dan kan je kijken of dat misschien ook iets voor jou is. Straks eten we lekker frietjes uit de hete lucht friteuze. Eén keer per week eten we gewoon friet. Moet ook gewoon kunnen. Ook al eet je koolhydratarm. Als je voor de rest van de week gewoon gezond eet en ook gewoon groenten erbij eet, is er niks aan de hand. Dus dat doen wij eigenlijk al jaren. En daarna hebben we een lekker toetje. En dit is ook gelijk het einde van de video van de challenge van week 4 alweer. We zijn al dik over de helft. En doe je nog niet mee, doe lekker de laatste 2 weken mee. En dan heb je het in ieder geval een beetje geprobeerd. En je kan altijd de oudere video's nog terugkijken. Dan kan je hem iets verlengen als je dat wil. Ik hoop dat je weer hebt genoten van de video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En was je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog even, dan mis je geen enkele video. Tot volgende week!